Even een grappig verhaal. Deze trui heb ik dus nieuw in mijn pizza gekocht. Bleek het dus dat ik hem al de hele dag aan heb. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ben net teruggekomen uit Ibiza. Sorry, ik ben al helemaal van de wereld. En ik ben net wakker geworden, gedoucht. En nu ga ik onderweg even naar mijn moeder. Ga ik haar souvenirtjes geven. En ik moet vanavond ook trainen. Dus dat wordt ook weer wat. Ik ben echt net terug en dan moet ik vanavond alweer trainen. Dus dat wordt echt hel, want ik hoorde echt wat super zwaar is en dergelijke. Dus ik ben benieuwd, want ik loop dan sowieso achter met conditie. Ik heb serieus een maand vakantie gehad afgelopen tijd. Want ik ben ook nog naar Portugal geweest, 2 weken. En toen nu een week Ibiza. En daarnaast heb ik ook nog een week gewoon vrij gehad. Dus ik heb aardig wat in te halen. Dus ik ga helemaal kapot zijn vandaag. Dus ik ga alvast richting Almere. Daar woont mijn moeder en daar is mijn handbal. En ja, dus dat ga ik doen. Ik neem jullie lekker mee. Ook al heb ik vandaag niet echt veel te doen hoor. Maar ik dacht ja, ik ben nu zo gewend om te vloggen. Dat ik dacht van ja, ik vlog vandaag ook wel de day after. Dat ik allemaal ga doen. En ik ga ook allemaal vlogs editen. Van Funs Gedeuntjes had ik al 1 geëdit. Maar ik heb nog dag 2 die ik nog moet editen. En dan ga ik ook uploaden en dergelijke. Dus dat moet ik ook allemaal vandaag doen. En dat ga ik bij mijn moeder doen. Dus ik ga er snel van door, zodat mijn trein niet mis. Dan komt die trein langs. Beetje awkward. Ja, je raadt het nooit. Ik mis gewoon de trein. En niet omdat ik te laat was. Nee. Het was op tijd. Alleen ik probeerde in te checken. Stond er opeens geen saldo. Dus ik denk, hè, ik had er gewoon nog meer dan 10 euro erop staan. Is dus mijn tijdelijke kortingskaart. Het was een tijdelijke kortingskaart. Die is dus verlopen. Deze had ik gekregen omdat mijn overchipkaart niet meer deed. Waar mijn echte kortingskaart op staat. En nu moest ik me dus 20 euro erop hebben. In plaats van 10 euro. Iets meer dan 10 euro. Dus dat was super kut. Dus daarom had ik mijn trein gemist. En nu moet ik een kwartier wachten. Ik kan ook heen en weer naar huis gaan, maar ik denk echt ja, voor wat? Wat ga ik thuis doen dan? Ik heb alles al mee. Dus ja, dus dat. Hoe lang nu nog? Even kijken hoor. Ja, nog steeds een kwartier. Zo bleek. Maar ja, in de winter ben ik helemaal wit, dus dat valt eigenlijk nog wel mee. Dus zometeen ga ik naar Almere Centrum, ga ik daar mijn overchipkaart dat ik weer een tijdelijke erop laten zetten. En ja, dus dat. Ah, toch maar niet naar de NS gaan, want het was kapot lang rijden en ik had er echt geen zin in. Dus waarschijnlijk doe ik het gewoon morgen. Of overmorgen, ik weet het niet. Ik kijk wel even wanneer ik tijd heb. Maar vandaag in ieder geval niet. Ik ben nu onderweg naar mijn moeder. Ik zit daar naartoe aan het lopen. Ze woont heel dicht bij de stad. Dus dat is echt super chill. En ja, dan ga ik direct mijn vlog afmaken en online zetten. Kijken hoe lang het duurt. Ik hoop echt niet dat het 12 uur duurt. Soms duurt het gewoon zo lang. Met GoPro beelden, omdat het hele grote bestanden zijn, dan duurt het echt super lang voordat het geüpload is op YouTube. Maar ik heb geen idee hoe dat met vlog is. Want nu zijn die bestanden natuurlijk van mijn telefoon een slechtere kwaliteit dan GoPro. Dus misschien zijn het wel minder MB's zodat het sneller gaat. Dus ik ben super benieuwd. Als je bij je moeder komt en er staat nasi klaar. Lekker. Dit wordt dus mijn lunch. Oh, het was vandaag echt een chill dagje, maar nu heb ik nog 10 minuten om bij training aan te komen. Dus haasten. En ik ben benieuwd hoe zwaar het wordt. Ik had begrepen dat het heel zwaar is, dus bikkelen. Maar ja, ik heb er wel echt zin in. Want na zoveel weken vakantie,
voel je ook wel echt een vetje. Dus ik ben daar lekker aan het trainen. En weer fit worden. Dat is echt nodig. Oeh, ik ben nu al buiten adem. Ik kan eens fietsen. Nog even door fietsen. Even een grappig verhaal. Deze trui heb ik dus nieuw in mijn Ibiza gekocht. Bleek het dus dat ik hem al de hele dag aan heb. En licht zit het kaartje er nog in. Kijk, je ziet dat hangertje nog. Ik heb net dat kaartje er snel afgetrokken. Ik denk, hè, wat is dat in mijn nek? Is gewoon dat fucking kaartje zit toch al die tijd in mijn nek. En ik ben in de trein geweest. Gelukkig had ik een leren jas erover aan. Maar daar ben je niet zo blij van. Maar ja, ik ben er bijna. Het is echt kut. We hebben als je baltraining hebt, is het echt nog chill. Maar vandaag hebben we conditietraining en zo. Dus echt zonder bal. De hele dag geen bal. De hele avond geen bal. En net 2 uur lang. Dus gewoon alleen maar het park in rennen, 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 sprinten. En oefeningen doen en zo. Dus dat hoort erbij, hè, voor seizoen. Dus wish me luck. Dat ik het overleef. Ik zou wel na de training even terugkomen erover. Yes, ik ben net weer terug van training. Het was super zwaar. Ik kon het echt niet aan. Maar het was ook wel weer lekker hoor. Vooral het rennen was heerlijk. Ik vond het echt heerlijk om weer te rennen en dergelijke. Alleen toen ik dus krachttraining ging trainen, moest squatten en allemaal opdrukken. Buikspieren, onderbuikspieren moesten we doen en zo. Was het echt super zwaar. Mijn bovenbenen doen zoveel pijn. We moesten dus daarna terugrennen. Dat is mijn eten trouwens nog te doen. We moesten daarna terugrennen. En ik kon gewoon echt niet meer. Terwijl ik normaal gesproken echt makkelijk kan rennen. Maar ik kon gewoon echt niet meer. Ik was gewoon, als een van de laatste was ik binnen volgens mij. Of ja, half in het midden ongeveer was ik er. Van de groep die vooraan liep was ik als laatste, laat me zo zeggen. En het was zo zwaar, ik kon echt niet meer. Gelukkig was het op eigen tempo, dus het maakt niet zoveel uit hoe snel je binnenkwam of zo. Maar ik heb het overleefd. En nu ben ik thuis gekomen en heeft mijn buurjongen heeft iets voor mij gemaakt. Die heeft me gemist. Mijn lieve buurjongetje bij mijn moeder heeft me gemist. En zoals je ziet hangt de hele koelkast al vol met zijn tekeningen. En wat denk je? Heeft hij er ook een voor mij gemaakt. Alleen, hij had het zeg maar verstopt in huis en moest ik het gaan zoeken. De raad is waar het is. Hier, oh, kan ik door. Maak ik de kast open, zie ik een tekening. Wat het is, geen idee, maar dat gaan we nu even aan hem vragen. Lijkt op wat zou het zijn? Een berg of een ijsje? Het lijkt wel op een raket of zo. Of een split. Daar lijkt het aan. Daar lijkt het op. Ik ga even aan hem vragen. Kijk, dit is Boykie, de hond van de buren. Vind je de tekening ook mooi? Hij is altijd blij om mij te zien. Dankjewel voor de tekening. Rent hij direct weer weg? Wat is het, Dylan? Wat heb je gemaakt? Het is dus een rots. Een hele mooie rots. En waar staat die rots? Bij die boom. Ja. Welke boom? Die boom. Staat daar een rots? Nee. Maar deze rots, die hoort erbij. Ja. Ja, het is een rots. Woehoe, leuk. Dankjewel. Ik heb bijna gewonnen bij papa met bolen. Met bolen? En dan stond ik eerste. Met bolen, gewoon hier in Almere. En Anika, waar ging ook weer bolen? Ja? Ja. Ja, echt super schattig hè, die tekening. Maar hij durfde niet op de film, dat vindt hij eng. Dus misschien in de toekomst laat ik nog wel zien. Maar hij gaat bij mijn moeder op de koelkast. Oh ja, deze heb ik van Ibiza trouwens meegenomen. Voor mijn moeder. En deze heb ik van Portugal meegenomen. Dat is ook wel een leuke. Portugal was ik ook. 3 weken geleden was ik in Portugal. Albufeira.
Dus dat. Ik ga deze ophangen, ga ik eten en ga ik mijn filmpje verder editen. Video's nu aan het uploaden. Het is al 4 uur lang aan het uploaden. En pas 54%. Dus worden we niet blij van. Oh ja. Ik moet gewoon die kabel aansluiten van de wifi modem naar de pc. Maar ik weet niet hoe en zo. Dus ik merk het wel. Yes, kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Lekker nasi eten. Ik weet niet wie dit nog meer heeft. Maar na trainen kan ik zo genieten van een glas melk. Ah. En vooral als je dan in één keer helemaal opdrinkt, maar dat ga ik nu even niet doen. Maar zo lekker. Dat is eigenlijk het enige moment dat ik melk drink. Na de training, altijd een glas melk. Tenminste, als ik bij mijn moeder ben. Thuis heb ik nooit melk. Maar als ik bij mijn moeder ben, altijd een glas melk. Heerlijk. Nou, ik heb nog een tekening ontvangen. Van Silvano. Dat is ook een buurjongetje. En zijn vader gaat morgen ook een tekening voor hem maken, zegt hij. Of zegt zijn vader. Maar echt super lief. Heel mooi getekend. Kijk, allemaal binnen de lijntjes. Geen plekjes open. Nou, echt perfect. Dus deze gaat ook op de koelkast. Het is wel de eerste echte kleurplaat. Zoals je ziet, voor de rest is het alleen maar ja, tekeningen dat je niet echt weet wat het is. Alleen Dylan weet dat. Maar super lief. Oh, sorry. Oh. Ik moet over 5 uurtjes alweer op. Dus ik ga nu douchen. En dan ga ik slapen. Ik ga bij mijn moeder slapen. En morgen moet ik werken. Om 6:30 moet ik beginnen. Ik heb vandaag echt bijna niks gedaan trouwens. Alleen maar trainen. En slapen en uitrusten. Ik heb een vakantie natuurlijk, omdat ik vanochtend ben teruggekomen. Maar ik heb nu al zoveel spierpijn in mijn bovenbenen van de training. Maar ja, ik ga de vlog bij deze afsluiten. Bedankt voor het kijken. En morgen ga ik volgens mij niet vloggen. Overmorgen denk ik wel. Ik moet even kijken, want anders wordt morgen een beetje saai vlog. Want morgen ga ik ook niks doen, alleen werken. Dus bedankt voor het kijken. En vergeet niet te liken, abonneren en dergelijke.